tijdens de vergadering van CARICOM regeringsleiders van 1 tot 2 maart in San Pedro Belis is uitvoerig gesproken over de bijdrage van verschillende economische sectoren, zoals de agrarische en toerisme sector, aan de CARICOM Single Market and Economy. Het voorstel is om een beleidsdomein industriële productie toe te voegen aan de bestaande beleidsdomeinen. Suriname is voorgedragen om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit voorstel werd unaniem door de vergadering overgenomen. In reactie op deze voordracht van CARICOM gaf president Chandrika Prasad Santokhi aan de verantwoordelijkheid te accepteren. Ons land had reeds de verantwoordelijkheid voor gender, sport, cultuur en jeugd. In de komende weken zal de president met vertegenwoordigers van internationale en regionale organisaties, als ook met het regionale en nationale bedrijfsleven, contact opnemen om een actieplan te formuleren. Dit plan zal in juli tijdens de reguliere vergadering van CARICOM regeringsleiders in Paramaribo worden gepresenteerd.